Dit ziet er meteen wel heel tropisch uit, hè? Allereerst moet je weten dat deze plant uit Ethiopië komt. En hij komt je vast wel bekend voor. Dit is namelijk een bananenplant. Maar dit is wel een bijzondere, want deze kenmerkt zich door het rode blad. Dit noemen ze dan ook de Musa Red Banana. In de natuur kan die binnen een jaar wel een meter groeien. En dat is best veel. Daarbij hou je er rekening mee dat deze plant een echte slurper is. Hij houdt van veel water. Van april tot september hou je hem dus goed vochtig.